De vakwerken waaruit de zijden van de getorste kokerbrug zijn opgebouwd, zijn speciaal. Het zijn eigenlijk drie over elkaar geschoven vakwerken. Dit geeft als voordeel dat de staafjes van het vakwerk onderling verbonden kunnen worden. Dit reduceert de kniklengte van elk van de staafjes. Zo konden de elementen van de brug zeer slank uitgevoerd dus worden. Dus deze onderlinge verbindingen zorgen ervoor dat de kniklengte gaat verminderen. Maar hoe komt dat nu? Als we lange, smalle staven hebben en we zetten die onder druk, dan knikken die. Echter, als we een korter staafje gaan nemen, mogen we daar evenveel of zelfs veel meer kracht op zetten en dan gaat dat niet knikken. En dat komt door deze formule. P tot de tweede maal E maal I gedeeld door A, dat is de oppervlakte van de dwarsdoorsnede. Dat is dus deze oppervlakte. En maal L tot de tweede, dat is de lengte van de staaf. Nu echter, als we die staven onderling gaan verbinden, dan is die lengte eigenlijk nog enkel maar deze, in plaats van die van de hele staaf. Maar nu moeten we toch nog eens goed opletten, want die onderlinge verbinding is een scharnier. Dat werkt dus zeer goed in zijn vlak, maar uit zijn vlak, oei, niet meer. Dus, in zijn vlak is het die L tot de tweede die gehalveerd wordt, die dus verminderd wordt als dat bijvoorbeeld de helft zo groot wordt, maal de tweede, dan in zijn vlak gaat de knikspanning 4 keer kleiner worden. Echter, uit zijn vlak is het hier, bij de A, bij de dwarsdoorsnede. Omdat je hier plots met dubbel zoveel materiaal zit. En dat is dan maar 2 keer, omdat er hier dubbel zoveel materiaal wordt.